Full Flight Simulator bestaat uit een exact nagebouwde cockpit, omgeven door beeld en geluid. Dat geheel rust op een beweegbaar platform, waardoor de vlieger niet alleen ziet wat er gebeurt, maar ook nog daadwerkelijk de versnellingen voelt die optreden. Alle bekende noodsituaties trainen we in deze simulator. Dan moet je denken aan het wegvallen van de druk in de cabine, het uitvallen van motoren en alle andere technische problemen. En verder een hele harde wind, met slecht zicht, met sneeuw en ijs. En daarom trainen we 4 keer per jaar in deze simulator. En buiten die training in de simulator geven we ook nog klassikale training aan vliegers. Zodat de vliegers alle situaties goed aan kunnen. One bell. Elke simulator heeft gemiddeld ongeveer zo'n 400 storingen. En daarmee kun je eigenlijk een onbeperkt aantal scenario's trainen. Waarbij je bijna alles wat er in de lucht kan gebeuren, ook hier op de simulators kunt trainen. Ja, je hebt exact hetzelfde gevoel. Het vliegtuig beweegt hetzelfde. Als je naar buiten kijkt, dan lijkt het ook hetzelfde. We hebben de nieuwste simulators waarbij het zicht ingescand is door Google Earth. En, dus het lijkt net alsof je echt aan het vliegen bent. In totaal hebben we hier 9 simulators en dat betekent dat we voor elk vliegtuigtype in de KLM-vloot 1 of meerdere simulators hebben staan. Zo hebben we de Boeing 747, we hebben de MD-11, de Boeing 777, de A330 en een aantal 737's. Een vlieger mag maar 1 vliegtuigtype vliegen tegelijkertijd. Dat betekent dat we voor elk verschillend vliegtuig een andere simulator hebben. Als we vliegers willen omscholen van het ene vliegtuig naar het andere vliegtuig, dan duurt dat 3 maanden. Ja, dit is mijn favoriete toestel, dit is waar ik op vlieg. Dat zullen de meeste vliegers denk ik zeggen. En dit is een Boeing 737 en dat vind ik het fijnste toestel. Het is een klein toestel. Ik vind het fijn dat we korte routes vliegen met het toestel. De hele operatie in Europa trekt me erg aan.